Mijn naam is Jurgen Janssens. Ik ben stadsfotograaf Breda. En daar waar je me van kent, foto's maken in de stad. Ik fotografeerde heel veel binnen Breda. En omdat ik ook heel veel foto's maakte van de stad zelf, natuurlijk, de toren, het Spanjaardschap enzovoort, kwamen mensen steeds meer naar mij toe voor foto's van de stad. Dus ik werd vanzelf de stadsfotograaf Breda. Nou, wat ik heel erg leuk vind om zo'n veranderende Breda vast te leggen. En dat gebeurt vandaag nu hier, of deze tijd nu hier. Hiervoor heb ik bijvoorbeeld het Hotel Nassau gevolgd, 2,5 jaar lang. Van vervallen huizen tot nu prachtig hotel. Gasthuisvelden leg ik vast voor de gemeente, het stadsarchief. En nu de Seligkazerne voor de Rode Pannen. Ja, je hebt natuurlijk de standaard monumenten, onze grote kerk en het Spanjaardschat. Die kent iedereen, die heeft iedereen zelf ook wel eens gefotografeerd. Dus dat doe ik ook, hoort er ook bij. Maar het liefste kom ik op plekken, fotografeer ik op plekken waar mensen niet komen. En nou, weder hier de kazerne die een goed voorbeeld is, maar ook Hotel Nassau. 3 jaar lang heb ik dat gevolgd. Als van vervallen panden tot het mooie Hotel Nassau wat het nu is. Deze plek is een beetje symbool voor al die projecten die ik volg. Als voor het veranderende Breda. Breda verandert continu. En dit soort grote projecten, zoals Hotel Nassau laatst hadden. En hier de Seligkazerne. Dat zijn dingen die, zoals je ze vroeger had, nog kunt zien. Kan ik nu vastleggen. En straks is het totaal anders. Mijn naam is Jurgen Janssens. En dit is mijn plek.